Ja guys, welkom bij een nieuwe review met vandaag een kijkje op Alone. Oké, okay, ja Alone, een nieuwe film gemaakt in dit jaar natuurlijk, want anders zou ik hem niet reviewen. Die gaat over een vrouw die ontvoerd wordt. Het is een vrij onbekende film, dus dat is wel even aan te halen. Dus waarschijnlijk heb je hem niet gezien. Je kan hem kopen op uh, Google Play Films, je kan hem kopen of huren op Batee uh, thuis. Dus het zou wel aanraden. Waarom? Deze film is best wel leuk om te kijken. Het is best wel een leuke film. De film heeft zijn fouten en zijn clichés, maar over het algemeen valt hij heus wel mee. Laten we zeggen, hij is absoluut niet slecht. En dat zegt al heel veel tegenwoordig. Een best spannend verhaal, opgedeeld in 5 à 6 stukken. En ik moet toegeven: deze film is best wel spannend. Op meerdere momenten weet deze film te verrassen, spannend te zijn, of gewoon best wel leuk te zijn. Het is zeker aan vast een entertainende film. Het is niet de beste film ooit, maar enjoyable is hij zeker wel. En met een zeer sterke derde act zit deze film dan ook best wel goed. Verhaal 145 op 200. De personages waren echter meer cliché. Vanaf het begin is het duidelijk wie de nu eigenlijk wel gaat zijn. Oké, okay, ja, het is de bedoeling dat wij dat direct weten, dat is heel duidelijk. Maar ik vind persoonlijk dat de filmmakers iets te hard hebben overdreven hierin. Nevertheless was Jessica wel een heel erg leuk hoofdpersonage. Alleen had ze iets te veel background, wat niet echt baat had bij de film. Personages 125 op 200. De pacing van deze film was best wel oké. Okay. De film gaat vlot vooruit en de shots zijn op zich best wel mooi gemaakt. Pacing en designing 135 op 150. De film is niet echt surprising. Heel veel dingen die gebeuren zie je op voorhand wel al aankomen. Het maakt de film niet zozeer slechter, maar het maakt de film wel minder wauw. Surprisement, 45 op 100. Ook het acteren was best wel goed gedaan. Mr. Nice Guy was op zich heel erg eng. En dat is best wel goed gespeeld. Acting, 125 op 150. Ook de critics waren best tevreden met deze film. En zij geven hem een 70 op 100. self Phantom dat ook wel waard. Ik geef hem een 35 op 50. Maar ik ben eerlijk, ik heb me vrij goed geamuseerd met deze film. Ik geef hem 4 sterren en een hartje 45 op 50. Brengt de totaalscore? Breng de totaalscore van Alone uit op een 725 op 1000, oftewel een 7,3 op 10. Heb jij Alone nou gezien? Laat weten wat jij ervan vond in de comments hier beneden. En ik zie jullie graag terug in de volgende video. Mensen bedankt voor het kijken en bye bye.